Een hele goede morgen. Welkom bij Nieuwe Ups & Down. Vandaag heb ik, ik heb eigenlijk een beetje een drukke ochtend. Ik moet eventjes de tas inpakken van de kindjes. En ik moet vanochtend met Jordi naar Logo. Dus daar moet ik dus heen. En het is best wel een werk, moet ik zeggen, met twee kindjes op pad. Vooral omdat Jordi ook niet loopt. Dus ik ben eigenlijk meer zeg maar aan het sjouwen dan als iets anders. Dus ik ben ook echt kapot als ik terugkom. Dat is gewoon zo. Hij heeft een logopedie nodig. En daarom doe ik dit ook. Moet ik er wel bij zeggen, het is wel pittig. Als hij kon lopen was het makkelijker geweest. Maar ja, dat is nou eenmaal niet zo. Dus, ik ga heel eventjes de tassen van de twee kinderen inpakken. Ik ga alles proberen in één tas te proppen, want ik word een beetje moe van. Continu met twee tassen sjouwen. Dus dat ga ik even proberen te doen. Liam die zit hier bij mij. Die zit ondertussen verliefd te kijken naar mama. Hè? Ja. Ik heb ze allebei een flesje en alles gegeven. Zo dadelijk moet Jordi nog heel eventjes fruit krijgen. Zodat in ieder geval hij zijn fruit ook binnen heeft. Dan neem ik een boterhammetje voor hem mee. Zodat we dat daar kunnen oefenen. Liam moet als het goed is daar ook nog een fles. Dus dat moet ik ook klaarzetten. Dus, en bij Jordi loopt het niet zoals het moet. Want die is een beetje chagrijnig geworden van zijn speelgoed. Wij zijn weer thuis. Liam die ligt in de box te spelen. En Jordi ligt lekker te slapen. Ik ga heel eventjes de vlog uploaden, want anders vergeet ik die dadelijk weer. Volgens mij is er iemand wakker. Hallo Jordi. Hallo. Hey, hallo. Hallo Jordi. Jordi, had ik nog niet verteld, die was straks bij de logopedie en hij zat aan een stoel en daar had een tafel voor en hij doet in één keer heel enthousiast poink zo op de tafel en toen heeft hij een klein beetje een tand door de lip. Ze heeft een beetje een dikkere lip. Ja, kom je staan jongen. Ga je staan? Kom je staan? Als je gaat staan, kan mama jou eruit halen, hè? Ik hoop dat hij zo blijft staan, de telefoon. Jordi, kom. Staan. Even pakken. Goed zo. En nou staan. Nee. Staan. Staan. Voetje omhoog. Ja, staan. Goed zo. Goed zo. Mama, jou pakken? 1, 2. Jordi is lekker aan het spelen. Hij heeft lekker zijn ranja gedronken. En deze vent is ook wakker. Hé, jongen. Jij bent ook wakker. Ja. Kun je ook wel blijer kijken? Kun je ook wel blijer kijken? Oh ja, oké. Hey. Blij kijken. Ja. Zo ja. Dat is leuk. Ik ben nu eten aan het koken. En heel soms moet je het leven gewoon even wat makkelijker maken. Wat ik wel eens doe is, ik doe wel eens groentes kopen. En die snij ik dan helemaal kort. Zoals bijvoorbeeld prei, paprika enzovoorts. En dat snij ik dan gewoon helemaal in stukjes. En dan doe ik dat de vriezer in. En dan kun je dat gewoon een maand gewoon in de vriezer bewaren. En wat ik nu dus heb gedaan, want wij eten overschotel. Ik had niet zin om echt moeilijk te doen. Ik denk, nou weet je wat, ik haal aardappelschijfjes. De rest had ik nog allemaal in huis. En ja... Daar moet prei in, paprika in.
Ik doe er zelf ook altijd nog champignons in. Maar ik had geen verse champignons. En normaal heb ik die ook in de vriezer zitten. Maar die zijn er nu ook niet. Want die heb ik er niet meer in gesneden. Dus ik heb gewoon een potje champignons gebruikt. Even gewoon makkelijk. En voor de rest heb ik dan praai uit de vriezer. En paprika uit de vriezer. En ik had nog gehakt in de vriezer. Dus ik ga dit nou eventjes maken. En als je het dan aan het bakken bent, ziet het er zo uit. Er komt wel iets of wat meer vocht los, omdat het dus uit de vriezer komt. Maar dat lost ook weer vrij snel op, omdat je dus aan het koken bent. Dus dan weet je ook gelijk dat je vlees goed gaar is. Ik heb hier ook geen enkel boter of olie of iets in gebruikt, omdat ik vind dat gehakt al vet genoeg is van zichzelf. Dus vandaar. Ik ga het heel eventjes verder afmaken. En als ik eraan denk, laat ik het resultaat ook nog eventjes zien. Change of plans. Ik had aardappelschijfjes gehaald. Die waren nog goed tot de 25ste. Zo zuur als het maar zijn kan. Ik trok de verpakking open. Ik denk, dit ruikt niet zoals men die het wil ruiken. Dus, dat gaat mooi weg. En het wordt dus geen overschotel. Nee, maar goed dat ik nog wat paprika had liggen in de vriezer. Dus die heb ik even gauw gepakt. Want ik ga er gewoon goulash van maken. Ik maak vaker bijvoorbeeld ook haché. Doe ik ook wel eens met runder gehakt. En dit is runder gehakt. Dus dat kan ik gewoon daarvoor gebruiken. Dus dan ga ik gewoon runder goulash maken. Ik heb er wat extra champignons in gedaan. Wat extra paprika. Het is niet zo dat ik, normaal doe ik er ook geen prei in dan, maar dat zit er nu dus wel in, maar ja, prima. Het is eten denk ik dan. En dan doe ik er nog een blikje mais bij en wat tomatenpuree en tomatenblokjes. En dan gebruik ik dit pakje ervoor. En dan hebben we dat. Dan kook ik er dadelijk rijst bij en dan kunnen we eten. Dit is het eindresultaat. Njam, 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 njam. Ik heb al geproefd. Het smaakt heel lekker. Dan ga ik nu weer eventjes met de kindjes verder. En dan is het dadelijk tijd om rijst te koken en dat Niels weer thuis komt. Jordi ligt inmiddels op bed. Hè Niels? Wij zijn lekker ijsje aan het eten. Yay! Liam die ligt hier. Die ligt hier lekker. Ja! Het is ook een beetje warm, hè. Jordi slaapt inmiddels. We wilden hem straks in bad doen. Nou, het is geschreeuw en alles geworden. Maar we hadden zoiets van, het moet toch eventjes. Want door zijn neersprong heeft hij vrij veel last van rode kont. En dan is het fijn als het even kan luchten. Dus daarna heeft hij ook even bij ons gelegen nog met een blote kont. En dus. Maar ik ga eventjes van mijn ijsje genieten. En daarna nog hier het een en ander doen. Jordi staat hier altijd in zijn grondbox. En we hadden er al een keer iets geplaatst om het tegen te houden dat hij hem kon verplaatsen. En dan hebben we dat een hele tijd met zijn autootje opgelost. Maar ik zei ook tegen Niels van, als ik daardoor moet, dan lukt dat niet. Dan hadden we nog stijgenbuis liggen. En Willy Wortel, Niels dus, die heeft samen met Lampje, Joef, weer iets bedacht. Je ziet toch? Die buis staan vastgemaakt. Maar wel veilig genoeg, toch? Mm-hmm. Ja. We hebben nog wat dingetjes gedaan. Het zwembad is weer gemaakt. Ja, dat had ik nog niet verteld. Mag je even vertellen. We hadden gisteren het zwembad opgezet. Toen kwam er zo'n straaltje uit en toen die bijna vol was. Dus heb ik vandaag plak gehaald bij de praxis en heb ik vandaag geplakt. Nu is hij weer vol. Ja. En het was al warm, hè? Mm-hmm. 25 graden. Ja, dus van de week lekker spatteren. Mm-hmm. En zoals jullie zien, wij liggen in bed. Die hebben we net even goed moeten leggen. Die lag als een vlierenfluiter. Hier ergens laat ik een foto zien. Dus hij lag lekker te slapen.
En nou gaan wij slapen. Wij gaan ook slapen. Welterusten. Welterusten, slaap lekker. Een hele goede morgen. Jordi en Liam liggen nog te slapen. En ik moet ze gaan wakker maken. Kleine slaapkopjes. Jordi heeft namelijk dadelijk visio. En ja, dan moeten we natuurlijk wel tijd zijn. Dus ik ga ze gauw even wakker maken. Normaal zijn ze ook al wakker, dus ik snap het niet. Dus ik ga er eventjes rustig aan doen. Je bent moe, hè? Jordi heeft vandaag visio gehad. Zoals ik straks zei. En hij heeft super goed gedaan. En ik ga dadelijk, als Jordi op bed ligt, ga ik nog heel eventjes uitleggen hoe en wat. Want we gaan wat dingetjes veranderen. Of ja, wat dingetjes. We gaan een dingetje veranderen. Maar daarover in de volgende swipe meer. Als ik hem op bed heb gelegd. Jordi ligt op bed, maar die is nog wakker. Die had net toch een beetje een poepbroek, dus die heb ik even verschoond. Maar hij is een beetje boos dat hij naar bed moet. Maar hij is hartstikke moe, dus ja... Hij moet gewoon eventjes lekker rustig slapen. Wat wij nu hebben afgesproken met de fysio is dat Jordi niet één keer, maar twee keer in de week fysio gaat krijgen. Dit omdat Jordi toch een bepaalde angst heeft en hij dingen hier thuis laat zien die hij op fysio absoluut niet laat zien. En op fysio weer dingen laat zien die hij thuis niet laat zien. Dus we gaan... kijken hoe we dit gaan oplossen en wij gaan eventjes de koe bij de horens vatten en eens kijken waar het probleem bij Jordi nou daadwerkelijk ligt, of het nou angst is of wat dan ook. In ieder geval, wij gaan nu naar twee keer in de week fysio en de fysiotherapeut was er ook echt mee eens. Zij had ook een filmpje van mij gehad waarvan ik zei van ja, zie je, hij kan gewoon veel meer, hij kan dingen gewoon. Alleen ja, waar ligt het nou aan? Dus daar gaan we uitzoeken. En daar gaan we mee aan de slag. Want ik denk dat hij gewoon meer kan dan dat hij daadwerkelijk laat zien. En dat denkt zij ook. Dus ik heb ze gelukkig aan mijn kant staan. Of hoe je het ook wil noemen. In ieder geval, we doen allebei het beste wat voor Jordi is. En zij heeft wel heel goed in de gaten wat bij Jordi wel en niet zal werken. Dus... Dit is wat we dus gaan doen. En dan ga ik eventjes eten. Ik hoop dat Jordi lekker gaat slapen. Ik hoor hem nu niet meer in ieder geval. Maar ik hoop dat hij lekker gaat slapen. En dan heb ik ook heel even 5 minuten rusten. Ik denk dat er daar nog wel hier iemand ergens wakker is in ieder geval. Hey Jordi! Heb je lekker geslapen? Hallo. Aboe, heb je lekker geslapen? Een stuk. Nou, hij is wakker. En wij gaan naar beneden toe. En dan gaan we eventjes lekker wat drinken. Het is warm, hè Jordi? Je moet wel goed drinken, schat. Ja. Dus dat gaan we even doen. Liam worteltjes aan het stomen. De courgette is nog niet op, maar hij heeft hem al een x-aantal dagen gehad. Dus nu ga ik worteltjes geven. Dus vandaag krijgt hij voor het eerst worteltjes. Ik probeer het te filmen als ik eraan denk. En straks als Niels thuis komt, dan eten we kippendij, filet, reepjes, shawarma. En Jordi krijgt ook wat shawarma met wat groentes, met wat groene groentes. En dan eet hij dat, vindt hij ook super lekker. Dus ja, dat dus. Maar ik dacht, ik zet vast eventjes de worteltjes aan, want die moeten ook nog een beetje afgekoeld zijn en alles. En moeten nog eventjes allemaal prakken, of in ieder geval malen en doen. Dus ja, dus daar ben ik mee bezig. Liam slaapt nog lekker, Jordi zit ondertussen lekker rozijntjes te eten. Want hij...
was op tijd wakker. En hij krijgt dan gewoon tussendoor iets lekkers. Babyvoeding voor Liam klaar. De worteltjes zijn klaar. Ik ben nu aan het wachten totdat hij wakker wordt. En dan krijgt hij dadelijk een fles. En van tevoren een paar hapjes wortel om te proeven. Want het zijn natuurlijk oefenhapjes. Nou, gaan we worteltjes proberen? Ja? Gaan we worteltjes proberen? Ja? Oké. Gaan we dat proberen? Yummy. Wil je nog een happie? Kijk niet zo raar. Dat is lekker, hè? Ja, volgens mij is het geslaagd. Yummy! Ja. De andere kant uit. Joef, kom. En we gaan weer draaien. Nizzy, nizzy, nizzy. En we gaan achteruit. En vooruit. En boe. Hij heeft het wel een beetje koud volgens mij. Ja, maar we willen het niet meer. En we gaan draaien. Doei. Hoi. Hallo. Dag Skeetje. Ja. Kijk naar papa toe. Kijk naar papa toe. Naar papa. Mama ook in het water. Nee, mama niet in het water. Mama moet bij Liam blijven. Jippie. Als papa op tijd thuis is misschien wel. Ik kan niet aan met de andere bootje. Een hele goede morgen. Gisteravond heb ik de vlog niet meer af kunnen sluiten. Ik had zo'n hoofdpijn. Ik kon nog geen licht meer verdragen. Dus ben ik uiteindelijk naar bed gegaan. Kindjes lagen ook heel laat op bed. Omdat het zo warm was. En ik ben nu net wakker en ik bedacht me dat in één keer. Ik had ook de vlog niet geëdit. Die ga ik nou ook editen. Dus. Ik was zo verschrikkelijk moe. En ik had hoofdpijn. Oh. Ik heb daar vaker, als het heel warm is,
Dat het eigenlijk echt zo'n drukkende hoofdpijn krijg. Maar ja, dat maakt verder niet uit. In ieder geval, hartstikke bedankt voor het kijken. En tot de volgende.